blijkt dus handiger te zijn om... Wow! Waarom heeft mijn emo bed boobies? This is Sparta! Dorina kwam online. Snel, zet je X-ray uit. Waarom zit je op mijn emo bed? Wow! What the fuck? Nee! Hallo, hallo. Mijn naam is Steven Tommy en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Yo, we zijn hier in het Koninkrijk Entropia. Mijn naam is natuurlijk Titan Tommy. Ik speel op de Phoenix Network server. Wil jij dit kingdom joinen of een ander kingdom? Kijk dan snel in de beschrijving naar een linkje naar een van onze discords. Het regent, what the hell. Ik heb geen regen besteld. Jongens, we moeten snel een dak fixen. Kom op zeg, wat is dit voor regen hier in Entropia? Is toch niet normaal, nee? Ik heb daar niet om gevraagd. Is wel goed voor mijn crops. Wow, kijk hoe ver mijn weed. Mijn weed is lekker gegroeid. Lekker man. Ik ga daar ook even mijn weed farmen en dan eventjes de farm uitbreiden. In ieder geval, ik wil wel trouwens ook kijken of ik schapen kan fixen ofzo. Wat sheep, schapies. Want ik hoorde blijkbaar dat er een systeem... dat er een systeem op de server zit. Oh, het wordt zonnig. It's a beautiful day. It is a chicken. Chicken kebab. Nee, maar ik hoorde dat een systeem zit. Oh, ik ben echt net wakker. Hallo, wakker worden. Ik hoorde dat er een systeem zit op deze server. Dat wanneer je gaat slapen. Eigenlijk met hoe meer mensen je gaat slapen. Hoe sneller of hoe eerder dat het dag wordt of zo. Dat je door de nacht heen gaat, blijkbaar. Zit een systeem in. Dus ja, de volgende keer als het donker is of zo. Dan ga ik gewoon in bed liggen. En dan als het goed is, wordt het automatisch sneller nacht. Maar ja, I don't know. Daar zit je met ik weet niet hoeveel man online. En ben ik de enige die in bed ligt. Ja, dan lig je een kwartier in bed. Ik heb geen idee hoe het systeem werkt. Hoe het in elkaar zit. Maar dus het blijkt dus handiger te zijn om... Wow! Maar... Oh, wel een sapling. Huh? Is dit nieuw? Is dit nieuw? Koetje. Koetjes, twee koetjes. Chill, we gaan daar koeien vangen. Is dit nieuw? Wat? Met die custom trees deed hij dat niet. Dat die leaves gewoon weggingen. Wat? Super chill. Er zit dus blijkbaar, denk ik, een plugin in of zo. Die ervoor zorgt dat die bladeren automatisch weghaalt. Bro, dat is nice. Dat vind ik leuk. Maar voor nu gewoon een simpel dak gooien we erop. Kijk, want nu zitten we tenminste droog. Nou, wie zit droog? Ik zie dat ik wel... Ik had nog een beetje kobbel nodig. Ik zag dat van binnen de muren niet helemaal af was. Hallo? Hello darkness, my old friend. Oké, dat was hem. Mee ken ik niet van het liedje. Ja, kool. Kool. Ik heb kool. Oké. Iets meer als die ene blok van de vorige video. Like, what the hell? Vind je, of twee blokken waren het. Er was een ader van twee blokken kool. Nou, niet eens blokken. Je weet al twee oors. Zoals dit. 1, 2. Maar nu hebben we een iets grotere. Lekker, man. Ik denk niet dat je ooit genoeg kool kan hebben. Ja, misschien wel. Misschien wel. Uiteindelijk wel. Iemand, gun me iron. Gun me iron. Zei ik tegen de stenen voor me. Iron, nu. Ik weet niet of er caves zitten. Volgens mij staat er niet zo heel veel caves hier in deze server. In de map. Maar ik heb geen idee. Het is natuurlijk een custom map, of course. En wat ik heb gehoord is dat deze map eigenlijk gewoon redelijk normaal is qua oors. Alleen meer oors. Dat er blijkbaar meer oors in zouden zitten. Dus dat is alleen maar beter, toch? En voor de rest vrij normaal. Maar volgens mij iets minder... Ik weet het niet zeker, hoor. Dat heeft ze gezegd. En ik probeer het nu uit het hoofd te herinneren wat Dorina had gezegd. Of Jesse. Dorina of Jesse. Oké, we halen dit hier nog eruit en daarna gaan we weer naar boven. We hebben weer lekker wat... Hoeveel heb ik gevonden? 4 totaal. Ik denk dat ik... wat wil ik daarvan maken? I don't know. 4 iron ore doet nog niet zoveel trouwens. Dus ja. Ik zou even de trap afmaken. Oh nee, dan stoot ik mijn hoofd heet. Dat is zo. Leuk man. Nee, oké. We moeten hier gewoon sterzen maken. En uiteindelijk gewoon eigenlijk zo'n soort van... Gewoon een gat maken naar diamond level. Dat is gewoon super chill. Een gat naar diamond level. En uiteindelijk, hoe heet dat? Je kan ook blijkbaar... Wat was dat? Op een bepaalde manier kun je het zo maken dat je omhoog wordt geduwd of zo. Dus dat kunnen we wel fixen. Dan heb je zo van een lift, zeg maar. Dus dat is heel relaxed. Even kijken, ik heb meer farm nodig. I need more space for farm. Le farm. Ik verzin gewoon Français
worden ter plekke. Oké, okay, nou, we kunnen daar ook tenminste koetjes vangen. Dat is wat chill. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, meer seeds heb ik toch niet. Ik ga weer eventjes wat plek eromheen vrijmaken, zodat mensen hier niet lopen naar beneden lopen te rennen. En dan denk ik op vol op de seeds stampen. Want dat wil ik gewoon niet. Ik wil niet dat ze op mijn mooie planten lopen. Mijn mooie planten worden vertrapt. En dat wil ik niet. Oké, okay, genoeg. Zo. Kijk, iets beter. Lekker man. Kijk hier. Misschien dat we ook nog wat. Ja, kijk, wat toortjes. Toortjes. Nice. Terug naar je slot. Dus het dak is finito. It's finito. Finished. Eigenlijk, ja, we willen wel ramen. Ik heb wat zand in mijn inventory. Let's make some glass. Snert, ik heb denk ik niet genoeg. Oeh. Nee, ja. Ik heb wel genoeg. En sowieso heb ik genoeg, bro. We gaan hier toch, ramen. Lekker, man. Cooked cod. I have some good fish. We hebben hier wat kool. Zo, gooi er maar in, hoor. Waar gaan we het maken? Gewoon zo, hier. Zo. Ik wil eigenlijk één gekke grote raam maken. Eén gekke grote raam. Maar oké, nee. Dat is wel nice, toch? Of wil hem één hoger maken? Dat is wel ook wel geinig. Aangezien hier toch geen verdieping. Hier komt denk ik geen extra verdieping in. Ah, I have fallen. Oké, ja, zo hoog gaan we doen. Oké, dat is wel geinig. Lekker hoge ramen, bro. Zo, in het midden van het gebouw. Lekker hoge ramen, bro. In het midden van het gebouw. Of zullen we nog een hoger doen? Nou, ik vind dit wel goed. En hier niet, nee. Aan de zijkanten niet. Maar, I don't know. Het is ook wel op zich mooi om hier zo te hebben. Want dan kijk je naar buiten. Naar de mooie meertje. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Heel goed geen Nederlands. Maar ja, hier heb je dus een meer. Kun je lekker naar buiten staren. Zo. Wauw. Wil ik hier een ding maken zodat je hier zo... Ja, guys. Er kwam net iets in me op. Een dingetje. Wacht. We gaan wel... Oké, I'm sorry. I need to make this different. Ja, kijk. We gaan hier iets maken zodat je hier lekker kan lopen. Oh, bro. Tommy. Wauw. Je bent echt goed, jongen. Je hebt echt mooie ideeën. Kijk, zo. Lekker grote raampie, zwaar. Oké, zo, en dan hebben we slapen, damn, son. Oh, wacht, schaapjes. Ik wil de schaapjes niet vermoorden. Dus we hebben wat, oké, kijk, hier kunnen we een deur maken. We hebben nog een deur. Oké, hier komt dan een, ja, we hoorden wel leuk. We gaan hier iets aanmaken dat je hier, een soort van, hoe heet dat nou, dat je... Hallo? Dat je hier buiten gewoon kan lopen een stukje. Dat gaan we maken. Vind ik cool. Even kijken. Ja, ik heb dus... Hoe heet het? Ik wil wol gaan fixen. Maar ik wil dan een schaar maken. Zodat ik de schaap niet hoef te killen. Ik weet niet of er veel schapen zijn of niet. Dus vandaar dat ik een beetje rustig aan ga doen. En niet meteen de schapen ga killen. Oh, misschien maak ik dan ook meteen een soort. Do you like my sword? Sword. My diamond sword. You cannot afford. Do. Oké, dat was hem. Kent iemand dat liedje? Zeg. Ja, ik ken het liedje in chat. Als je me kent. Wow, het wordt gewoon mijn instant dag. Wow, wat denk jij? Hij stuurt mij in de vuur, man. Hij gooit mij in die vuurtje. Oké, dat was heel lame. Tommy die te leuk probeert te zijn. Niet doen, Tommy. Don't do it, because then you're not fun. Hallo. Oh, ja. Geef mij je boon. Geef mij je bonen. Dan kan ik die tree laten groeien. Yeah, buddy. We've got some bone meal. Bone meal. Huh, de sapling werd een beetje groter. Ah! Bro, you made me scared. Wauw, ik schrok gewoon. Kom, we gaan nog een keer satisfying momentje. Satisfying, probeer er ver af te staan. Maar dat gaat niet goed. Satisfying momentje. Mensen. Like de video voor dit satisfying momentje. Oh, wow. Woehoe, extra oak sapling. Wow, oké, snel. Throw some bone meal on it and look at it. It will grow a bit bigger. Oh nee, als je het nog een keer doet, dan wordt hij een beetje groter. Oké, where are my scissors? Wie wil ik gaan scharen? Oh, wauw. Jij bent mooi. I like it. Koetjes, jullie ga ik dadelijk lekker vangen. Maar ik ga jullie lekker dik maken. Ik ga jullie lekker veel wiet geven en lekker kind... Oh. Lekker veel kindjes laten maken. Heel veel. Ja! Got him! Ik kan nu ook meedoen. Ik kan de volgende keer slaan. Wow, ik kreeg gewoon 3 wol. What the hell? Chicken!
Wauw, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik heb chicken, ik heb schapen, ik heb koeien. Alleen ik heb nog niet zoveel hout, dus waarschijnlijk moet ik wel weer een custom tree gaan betasten. Dat doe ik liever niet. Maar wacht, we halen gewoon weer dat ondergrondse stuk eruit. Want we gaan iets moois maken. We gaan een terras maken, bro. Wij gaan een terras maken. En wat kun je doen op een terrasje? Nee, sorry, ik ga niet Martin Meiland nadoen met zijn wijnen. Had gekund, maar nee. Ik heb nu al gezegd. Oké, het zit nu wel in mijn hoofd. Het speelt nu wel in mijn hoofd af over die guy dat zo doet. Maar het is een beetje cringe. Oeh, ik ga niet genoeg hebben. Nee. Oké, ik ga een nieuwe halen, want dit is, I don't know, bro. Dit is dus lelijk. Ik ben geen holbewoner. Ah, dat was mijn laatste. Ik ben ook geen holbewoner. Dus ik ga niet met mijn handen tegen hout aan slaan. We weten allemaal, als je dat in dit echt... Nee, weet ik veel. Ik heb al iets met mijn realistisch, man. Ik heb echt iets met mijn realistisch. Ik heb wel net de realistic mod uitgezet met het water. Maar ik zet hem wel weer aan met roleplay. Dan wil ik hem wel weer aanzetten. Maar nu even niet. Dan heb ik nog een beetje... Oh, niet genoeg birchwood. Wacht, omdat het de buitenkant... Oh, omdat het de buitenkant is, moeten we daar dan ook birchwood in de vloer doen of niet? Ik weet het niet. Ik denk het niet, of wel. Aan de buitenkant ook birchen. Wat? Maar 4? Bro, ik heb maar 4 van deze poep. Wat? Wat? Oké, snel. We hebben meer hout nodig. Ja. Wat de hel? Oké. We hebben meer hout nodig. Oké, snel. Maar ik kan tenminste een bedje maken. Oh, snel. Ja, oké, ik moet wel. 4. Yeah, bro. Oeh, dit bed vind ik wel lelijk eigenlijk. Maar maakt niet uit. Nee, ik wil een zwart bed. Zwart bed. Emo bed. Ik wil een emo bed. Dum. Ik weet niet. Ik wil eigenlijk weer James Bond doen. Dat had ik in de vorige video gedaan. Geef mij jouw zwarte kleur. Oh, no. What the hell? Waar is die heen? Oh, daar. Ik ben hem in één keer kwijt. Geef mij jouw inkt. Ik wil je inkt. Yeah, buddy. Maar ik heb 3 nodig, denk ik. Ah, ik wil geen drowned zombie worden. Hallo? Hallo, Octo. I need some more octopussy. Here you are. Wow. Die. Oh, dit is een dolfino. Wow, gekke dolfino. Heb ik nu 2? Oh, 4. Wat? Hoezo krijg je zoveel? Bro, ik wil niet met je spelen. Heb je er wel eens gehad van die kutkinderen? Die willen dan met je spelen. Maar ik heb er helemaal geen interesse in. 1, 2 dolfijnen. Sick. Dat is echt irritant, weet je. Dat is echt freaking annoying. Van die kinderen, die willen dan met je spelen. Maar jij hebt er helemaal geen zin in. Van, laat me met rust, bro. Ik heb geen zin om met je te spelen. Oh, emo bed. Please, gun me een emo bed. Ik wil een emo bed. Emo bed. Emo bed. Emo bed. Wow, we received ourselves an emo bed. Hell yeah, ik heb een emo bed. We've got the... Waarom heeft mijn emo bed boobies? Oké, sorry, ik ga die zombies slaan. Where you at, bro? Waarom lijkt het alsof de bed boobies heeft? What the frick? Yo. Wie heeft gezegd dat je uit de kelder mocht komen? What the frick? Hallo? Wap? This is Sparta? This is Sparta! Oh! Not again! Man. Nu gelooft niemand dat ik een OJ Minecrafter ben. Bro, dit kan toch niet? Ik raak heel mijn dingen kwijt, man. Niemand gelooft straks meer dat ik OJ Minecrafter ben. Freaking ida bedoebeda. Boebedoep. You can call. Oh, nee! What the hell? Doe normaal. Nee. Oh my freaking god. Bro, give me a break, man. Wat is dit? Dude, waarom haat iedereen mij? Oh, met mooie bloemetjes. Oh, ja. Blue orchidee en een aluminium boompje. Hallo? Damn. De kinderen waar ik niet mee wou spelen... waren niet happy dat ik niet met ze wou spelen, blijkbaar weer. What the frick, man. Wat gebeurde hier? Ik moet dit dus gaan beschermen, dicht gaan gooien, whatever. We gingen iets meer mine hakken. Hak. In mijn trainingspak. Pak. Oké, sorry. Oh nee, Dorina kwam online. Snel, zet je X-ray uit. Anders zien ze dat ik bomen aan het X-rayen ben. No, don't do it. Oké, kom. Maak dit dicht. Oh, ik moet... Nee, mijn schep is bijna dood. Oeh, die rode tulp heb ik ook niet. Dat lijkt een beetje een rode tulp wat ik daar zie. Is it a tulip? Are you a beautiful tulip?
Red Tulip! Heb ik nog niet. Mijn bloemenverzameling. Ik wil ook een kas maken. Een soort van glazen kas. Kas noem je dat. Waarin ik al mijn bloemen ga verzamelen. Dat wil ik doen. Ik gooi al mijn zand wel in. Al mijn zand. Is gewoon zand. Is gewoon zand! Oké. Oh man. Ik kom letterlijk net uit bed, bro. Ik heb... Vannacht heb ik moeten werken. En nu ben ik eigenlijk een beetje te laat een video aan het opnemen. Het is nu 2:30, bro. Normaal upload ik om 5:00. Dus ik heb dadelijk nog 2 uur om te editen. Maar ik denk dat ik de video iets later online ga zetten. What? 3 hartjes? Dit is not normaal. Dit is not normaal. Maar ik denk dat de video dus iets later komt. Maar de video is wel leuk. Ik ga weer schreeuwen als een, I don't know, een of ander wazig, hysterisch kutkind. That is me. Titan Tommy, hashtag wazig, hysterisch kutkind. Dat wordt mijn nieuwe bio. Mijn bio nu is beginnend, wat was het? Beginnend fitboy, probleemkind en nog wat anders. En gamer, dat was hem. En nu wordt het wazig, hysterisch kutkind. Dat wordt het. Ja, dat wordt mijn nieuwe bio. Nee, dat ga ik niet doen. Nou ja, als jullie willen dat ik het doe, dan moet je het maar laten weten. Dan zet jullie nu in de comments neer. Tommy moet bio veranderen en wazig hysterisch kutkind. En als iedereen het dan gaat liken, dan moet ik wel, hè. Want jullie hebben... Wat? Dat is die speciale ook. Want jullie hebben de power, of course. Power! Ik heb geen power, bro. Ik moet luisteren naar mijn freaking abonnees. We bouwen hem gewoon zo er tegenaan. Zo. En dan hoe... Groot. Zo? 3, toch? Wauw, ik kan een dakterras maken. Of een terrasje maken waar ik ook echt letterlijk op kan gaan zitten. Wauw, dit is wel heel... Wauw. Oké, we gaan eventjes wat planks maken, zo. Ja, we maken mijn terras gewoon met planks. Oeh. We maken hem gewoon zo, ja? Zo of niet? Wel of niet zo? Wacht, gaan we weer moeilijk doen? Tommy, gaan we weer... Jawel, ik ga moeilijk doen. Ik ben Tommy niet als ik niet moeilijk doe. Dus ik moet wel. Hey, wie is daar? Iemand zit op mijn emo-bed. Waarom zit je op mijn emo-bed? Mijn emo-bed. Oh, ben jij een meisje? Koningin Feia van Medusa. Hey, what? Emo queen? Oh, damn. Nee, niet simpen, niet simpen. Fuck, wat moet ik doen? Hey. Hey is altijd goed, hey is altijd goed. Wauw, freaking emo. Wauw. Is dit een big titty goth girlfriend? Oh, wow. Kijk, de rug is wel sexy, hoor. Oh. What? Oh, nee, don't drown. You sick. Oh, mijn god. Oh, nee, ik ben een man. No. Je kan me niet aanraken. Nee, ga terug. Gek beest, doe normaal. Je bent een gek. Waar kwam ze vandaan? Nee. Oh, mijn god. Dat beest is... Wow. Dude. Emo dolfijn, nee, pleeg geen, nee, don't you do this, the suicide, no. Oh! Ik ben ook, I died in front of a freaking girl, nee, dit was mijn kans, oh mijn god, mensen, dit was mijn kans. Wauw. Nu vindt ze me sowieso niet meer interessant. Nu vindt ze me sowieso niet meer leuk. Bro, ik ga daar weer dood voordat ik... Is ze nog daar? Is ze weg? Zal ze er nog zijn? Wauw. Zal ze er nog zijn? Misschien was dit gewoon een droom. Nee. Een vliegende heks? Hallo? Ben jij je... Is dit een droom? Mijn bloemetjes! Hallo? Heeft zij een wand? Jongens, I come in peace. Zij heeft, wat is dit? Zij heeft, wat is dat? Ik ben een beetje flabber. Fish! I got some fish from the emo big titty god girlfriend. God, goddess. Wow. Dit is heel vreemd. Jongens? Ik heb geen idee wat hier gebeurt. I like it though. Ze lag op mijn bed, bro. Ze lag op mijn bed, bro. En nu jullie weer. Ze lag op mijn bed. Oh, who's the man?
Wie fixt de chickies in zijn bed? It's me, bruv. Ja, ja, sowieso. Bro, ik ga die 300 subs halen in no-go. Damn, man. Iedereen gaat tegen mij opkijken. Naar me opstaan van... Way to go, Titan Tommy. Wow. Mama? Wow! Wow! Wow, ze is agressief, bro. She got problems. Nee, nee, nee! God! Twee keer doorgaan door die pauper creepers. Ik word helemaal lijp. Dude, I'm gonna build a wall. Freaking horror game. Waar ben ik beland? Don't kill me, please. Don't kill me, please. Oh, jesus. Oh. Ik ga echt dood, bro. Fucking hell, man. Ik probeer te bouwen. Wat gebeurt hier? Wee, yo, bro, dit is echt insane. Suicidal Dolphin is weer ook weer, has returned. What the frick. Oh mijn god, man. Maar waarom is hij hier? Dit is niet, ze heeft niet echt een boodschap of zo. Wauw, mooi. Wauw. Probeert ze nu ook zichzelf in de fik te steken? I don't know what is happening in here, bro. Ik probeer gewoon peaceful mijn dingen te doen. Wat gebeurt hier? Ik weet niet wat hier gebeurt, bro. Ik heb echt letterlijk geen idee wat hier gebeurt. Wacht, 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 wacht. Selfie maken? Ik vraag ze selfie wilt. Wow, yeah. Wow! What the fuck? Nee! Deze chickie. She on fire, bro. Wait, yo. Nee, nee, nee. Nee, nee. All the progress. Weg. Oh my god. Oh my god. Ik ben mijn spullen kwijt, bro. Alles... What the hell? Deze shit is raar, bro. Meen je die? We maken een foto en dan word ik vermoord. Vage shit, bro. Nou ja, jongens. Ik ga er vandoor. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, reageren, liken en tot ziens. What the fuck gebeurde er deze video?